Oh, mag de verwarming wat hoger? Ik heb het ijskoud. Hij lijkt wel stuk. Anders mag je mijn nieuwe muts wel even op. Ja, ik ga toch niet binnen met een muts op zitten? Ja, Wouter, je hebt een nieuwe muts, hoor ik. Zet hem eens even op. Ik ben benieuwd. Weet op. Kijk, eergisteren gekocht. Lekker warm, jongen. Ik heb volgespoten met scheerschuim. Mijn nieuwe muts. Om je gek te lachen. Een flauwe grap, hè? Ik vind het wel een goeie. Het is ook een hele goeie, Timo. Maar goed, genoeg gelachen. We gaan weer aan het werk. Leonor, ga jij ook even op je plek zitten? Koud. Ik heb er een scheetkus op de stoel gelegd. Ik hou het niet meer. Het groot handboek kantoorhumor. Er staan allemaal leuke grappen in voor op de werkvloer. Ik vind dat er best wat meer gelachen mag worden op de redactie van het Klokhuis. Ja, Ben, zal ik straks een potje stand-up comedy doen? Ja, net als op tv. Je pakt de microfoon, je staat op. Hé, hey, vandaar, stand-up, dat is Engels. En dan maar grappen maken, hè? Oftewel, comedy, stand-up, comedy. Heel goed, Timo. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Yes, Ben, ken je deze al? Alsof hij in een aquarium zit. Net als een vis. Ja, moet je maar zien. Is net een vis. Geweldig. Maar oké, jongens. Nou weer aan de slag. Genoeg gelachen. Leonor, wist jij dat een vis een geheugen heeft van 3 seconden? Oh, dat lijkt me heerlijk. Dan was ik al die slechte grappen nu alweer vergeten. Wie ben ik? Je bent Wouter en je werkt voor het Klokhuis. Oh ja. Wat doe ik hier? Wie ben ik? Je bent Wouter en je werkt voor het Klokhuis. Oh ja. Wat doe ik hier? Wie ben ik? Pff, dat is wel vermoeiend, zeg. Wat doen jullie? Wij doen alsof ik een geheugen heb van 3 seconden. Net als een vis. Lekker belangrijk. Ik heb het koud. Dat komt omdat je hoge hakken aan hebt. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Ben je wel eens in de bergen geweest? Ja. Nou, daar is het kouder dan in het dal. Hoe hoger, hoe kouder. Dus dan kun je maar beter die hoge hakken uitdoen. En, voel je al wat warmer? Nee. Ja, nee, wacht even. Warme lucht stijgt op. Net als een luchtballon. Dus je moet hoger. Ja, wat is het nou? Ja, ga even op dat bureau staan. Hé, hey, wat zijn dat dan weer voor grappen? Leonor, kom naar beneden. Leonor heeft het koud. Ja, nou? Nou, hoe hoger, hoe warmer. Waarom ligt er dan sneeuw op de bergen? Ja, zorg jij nou maar dat je vanmiddag zo bij de hand bent bij je stand-up comedy show. Leonor, kom naar beneden. Ik heb het koud. Test. Lopen 2 ballonnen in de woestijn, zegt de een tegen de ander: pas op, een cactus! Stond ik gisteren in de supermarkt, komt er een vrouw naar me toe en die vraagt aan me: weet je misschien waar ik de spinazie kan vinden? Ik zeg: nou, er zit in ieder geval nog een flink stuk tussen je tanden. Zal ik nog even doorgaan? Nou hoor. Oh nee, ik heb buikpijn van het lachen. Nog eentje, Timo, en lekker uitsmijten. Uitsmijten? Ik wou dat ik tomaten bij me had. Voorbij die uitsmijter. Voorbij die uitsmijter. Een geweldig goede laatste, Timo. Ik snap hem niet. Tomaten voorbij die uitsmijter? Laat maar. Nee, vroeger gooiden mensen rotte tomaten naar artiesten die ze niet goed vonden. Dus jullie vinden me niet leuk? Nee, en ook niet grappig. Je hebt nog nooit een leuke grap gemaakt. Oké, okay, als het meteen ruzie wordt, dan weet ik het goed gemaakt. Vanaf nu vertel ik alleen nog maar grappen. Nee, Ben, alsjeblieft. Ik heb nog nooit om jou gelachen. Nee, logisch. Je bent een vrouw. Vrouwen hebben geen gevoel voor humor. Ik vind je ook niet grappig, Ben. Nou, Timo en ik vinden mij wel grappig. Dus het is in ieder geval nog 2-2. Hé, Timo? Oké, jullie hebben allemaal geen gevoel voor humor. En ik kan het weten, want ik heb er een boek over gelezen. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar volgens mij is iedereen grappig. Op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen gevoel voor humor. En soms vind je elkaar daarin en soms niet. Maar ik vind het heel belangrijk
dat iedereen hier de ruimte krijgt om zijn eigen manier van humor te kunnen uiten. Dus wat ik net zei over dat jullie geen gevoel voor humor hadden, dat neem ik terug. Als er iemand grappig wil zijn, dan moet hij of zij dat gewoon kunnen doen. Wie een leuke mop weet, kom gerust naar mijn kantoor. Lachen is gezond. Mooi, Ben. Net dokter Phil. Ja. Trouwens, het is groen en het zuist van de helling. Nou, een skiwi. Wie deed dat?